Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag meenemen in een wat wij noemen dynamische fietsanalyse of een bikefit. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer je op ons kanaal. Ja, wanneer we een fietsbewegingsanalyse, zoals we dat noemen, beginnen, dan beginnen we eigenlijk altijd met de fiets zoals die er staat. Hè. Dat kan een nieuwe fiets zijn of dat kan een fiets van de klant zelf zijn die we gaan afstellen. En dan laten we in eerste instantie de berijder gewoon fietsen. Zonder enige aanleiding of zonder enige aanwijzing, zeg maar, hoe die moet gaan zitten, kijken we hoe de berijder uit zichzelf op een fiets gaat zitten en welke houding die dan aanneemt. En wat je dan in dit geval heel mooi ziet, is dat eigenlijk, ondanks dat de armen al helemaal uitgestrekt staan, dat de handen niet mooi bij de rem eindigen. En dat is eigenlijk al een indicatie dat de fiets mogelijk wat te lang is. Dus daar gaan we dadelijk eventjes naar kijken. En in dat geheel gaan we straks kijken of het zadel op de juiste hoogte staat, of het zadel meer naar voren moet of wat meer naar achter moet. Maar we kijken ook naar de hoek van de rug, of die misschien wat rechterop moet of juist wat platte weg moet. Dat is overigens heel erg in overleg met de berijder, want de berijder bepaalt eigenlijk hoe sportief die wil zitten. En dan zorgen wij ervoor dat dat allemaal zonder allerlei geforceerde hoeken of overstrekkingen gebeurt. Dus daar gaan we zo meteen eens even mee aan de slag. En dan gaan we even stap voor stap laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Goed, het eerste wat we altijd gaan doen, dat is de zadelhoogte afstellen. Waarbij we de krenk niet recht onderin zetten, maar altijd in het verlengde van de zitbuis. En de voet horizontaal plaatsen. Zo. En vervolgens gaan we de hoek, zeg maar, die er nou in de knie zit, meten. Er zijn natuurlijk een aantal richtlijnen voor. Dus we gaan precies kijken dat het op de juiste graden staat. Of dat het misschien aangepast moet worden. Wat we nou eventjes gaan doen is kijken hoe de knie staat ten opzichte van het pedaal. En even kijken of niet de knie te ver naar voren of te ver naar achter staat. Want dat is namelijk ook iets wat we stellen met de zadelhoogte. Dus als er al een kleine indicatie is dat zadel wat aan de lage kant staat, in combinatie met een knie die wat te ver naar voren staat, dan krijgen we al wat beter in beeld waar zo meteen het zadel gepositioneerd moet worden. Ook dit doen we met een vlakke voet. Daarom hebben we van die mooie stempeltjes, daar kunnen we de berijder gewoon vlak neerzetten. Zo. En dan, dat kan met een loodlijntje, dat kan ook met een waterpas. Die we hier gelijk zetten aan de pedaalas. Horizontaal of verticaal, sorry, en dan kijken we even hoe de knie gepositioneerd staat. Ook daar zijn richtlijnen voor. Dus ik heb nou gezien hoe hoog het zadel staat en ik heb gezien waar de knie staat. We gaan het even wat aanpassen, zodat het zometeen helemaal perfect staat. Ik heb even een paar kleine dingetjes aangepast. Zadel ongeveer een half centimeter hoger en ook het zadel een klein beetje naar achter geplaatst. Dan gaan we opnieuw even meten wat het nou is. We zien dus, we beginnen eigenlijk bij de enkel. We hebben een punt op de knie en we meten hier precies midden tussen het bovenbeen, zeg maar. Nou, en dan staat hij eigenlijk een heel klein beetje hoger dan wat zeg maar de voorgeschreven hoek is, maar ruim binnen de marge. En dan kijken we opnieuw eventjes naar de kniepositie. Zien we dat de knie net iets verder naar achter is gekomen dan dat hij net stond. Dus dat gaat prachtig zo. Nou, ik hoorde net al van Marco, de berijder, dat hij vindt dat het nou net iets soepeler draait dan net. En dat klopt ook allemaal, want dit heeft tot gevolg dat zowel zijn enkel gewricht als zijn kniegewricht net iets meer ruimte heeft om te draaien. Waardoor dat allemaal net iets minder frictie op komt, zeg maar. Nou, nu we de zadelhoogte eigenlijk goed hebben, kijken we naar de rug.
Wat we eigenlijk zien en wat we ook weten van Marco is dat hij snel last heeft van zijn nek tijdens het fietsen. Ja. Dat komt ook voor een deel een beetje door een beetje een ronding in zijn bovenrug, waardoor deze hoek in zijn nek wat meer hoekt, zeg maar. Kijk, eigenlijk zou die om goed bij de handvatten te kunnen nog iets dieper moeten zitten, maar dan wordt die hoek in de nek nog erger. Dat geeft hij ook aan, dat hij daar snel dus last van heeft. Dus we moeten eigenlijk ervoor proberen te zorgen dat Marco grofweg in deze positie kan zitten, maar dat hij dan wel op een goede manier bij de rem ook kan. Want nu zie je dat hij eigenlijk er niet goed bij kan, waardoor hij elke keer zijn hand moet verzetten om te kunnen remmen en te kunnen schakelen. En ja, goed, we gaan proberen om dat te verbeteren en eens kijken wat we er als eindresultaat voor kunnen maken. Goed, we gaan het bovenlichaam nou stellen en daarbij is het ook heel belangrijk om te kijken hoe de armen, zeg maar, en de handen uitkomen op het stuur. Daarvoor werkt het altijd heel mooi om een lijntje op je armen te trekken als je je hand recht hebt. Gewoon dwars door je arm naar je middelste knokkel. En zoals je nou ziet, trekt die eigenlijk helemaal krom en dat is niet de bedoeling. Die moet eigenlijk mooi recht staan. Dus dat is ergens in deze buurt. En als het goed is, gaat Marco nou ook beamen dat we ongeveer goed zitten. Zo draai ik hem verder, dan gaat hij eigenlijk de andere kant op hoeken. Nou, dat ga je niet prettig vinden. Nee, merk je meteen in je nek. Dus het zit denk ik hier ergens. Waarin het zo is dat als je hem zelf zou mogen positioneren, dat je daar ook op uitkomt. Ik denk dat hij zo te ver weer onderuit gaat, of niet? Ja, voel ja, je dat ook? Ja, dat is zo. Dus dat het ergens hier zit. Dit is de stand. Ja. Waarin die mooi staat. Dus daar zitten we hem vast. En daarmee kunnen we eigenlijk niet meer aan het stuur gaan draaien. Want als we nou met het stuur gaan draaien, dan veranderen we die onderkant ook weer steeds. En nou gaan we de remgrepen positioneren dat het ook hier bovenop op een goede manier komt. Dus als je hem nou hier bovenop pakt. Dan kijken we even hoe de lijn nu loopt. En dit kunnen we stellen door de remgreeppositie aan te passen. Dan gaan we eens eventjes in overleg kijken hoe we die wat mooier erop krijgen nog. Je ziet ook dat hij nog een klein beetje de neiging krijgt om te draaien. Dus we gaan eens even kijken hoe dat beter kan nog. Nou, we zijn een paar dingen even aan het proberen om te kijken hoe het uitpakt. Wat je ziet is dat ik even met wat extra stuurlint probeer. Ik heb ook al de remgreep wat veranderd. En wat we eigenlijk doen is dat we proberen hier mooi een vlak geheel van te krijgen. En nu de camera te zien is, maar als je naar de overkant kijkt, dan zie je dat het eigenlijk nog een beetje kuilt. Hè, waardoor er eigenlijk een kuil ontstaat waar je als het ware invalt en niet een mooi vlak waar je op leunt. Waarbij dat hier veel vlakker is. Goed, we hebben het helemaal voor elkaar. Wat je ziet is dat we nou een heel mooi vlak steunvlak hebben gecreëerd eigenlijk links en rechts. Dat zie je, of dat doen we onder andere door het stuurlint hier wat vaker te draaien, maar ook onder het stuurlint ligt nog een kleine ophoging. En dat is niet zo heel makkelijk te zien, maar Marco kan dat beamen. Ik heb zojuist ook de remgrepen in plaats van letterlijk in het verlengde van het stuur te plaatsen, heel iets met de punten naar binnen gedraaid. En dan moeten we even een filmpje van frontaal maken om uit te leggen wat dat voor gevolg heeft. Even kijken, ik weet niet of de ellebogen te zien zijn, maar wat je eigenlijk ziet is dat wanneer een hand wat naar buiten draait, dat eigenlijk automatisch de elleboog ook helemaal naar buiten draait. En dat is vaak niet prettig, dat leidt tot verdraaiing en overstrekking hier. En die door de hand wat naar binnen te kunnen draaien, draait eigenlijk de elleboog ook automatisch mee naar binnen. En dat kan dus doordat je de remmen niet letterlijk in het verlengde zit, maar ietsjes naar binnen haalt, creëer je een stukje ontspanning in de ellebogen. Nou, we hebben de dynamische fietsanalyse helemaal afgerond. Vanuit de eerste setup, zeg maar. Ik heb nog even tussendoor gekeken trouwens of de schoenplaten goed stonden. Dat ben ik aan het begin vergeten te vertellen, maar dat is ook onderdeel van de analyse. Het zadel is uiteindelijk ongeveer een half centimeter hoger gegaan dan de afstelling, zeg maar, van zijn oude fiets. Want dat was een soort referentie. We hebben het zadel ook iets verder naar achter gezet om zijn been helemaal goed te laten draaien. Je hebt al gehoord tussendoor dat Marco dat wat soepeler vond draaien. En
Deze nieuwe fiets is een wat grotere fiets dan zijn vorige fiets. Dat hebben we gedaan voor een extra hoog balhoofd om de rug wat te ontlasten. Maar het gevolg is wel dat we een iets kortere stuurpen moesten gebruiken. Dus dat is gedaan. Er is minder hoogteverschil nou tussen het stuur en het zadel. En het stuur zelf, dat hebben we goed gepositioneerd om de hoeken onderin en bovenin goed te krijgen met een mooi afgevlakt steunplateau. Dus nu kan hij goed bij de remgrepen zonder geforceerde hoeken in zijn polsen. En, ja, de praktijk zal het moeten bewijzen. Ik heb hem ook nog wat lichamelijke tips gegeven, want dat nemen we ook mee waar hij op kan letten. Ja, nogmaals, de praktijk zal het moeten bewijzen, maar ik heb er alle vertrouwen in.